Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn op een hele vertrouwde locatie. Ik weet niet of er mensen zijn die dat nog herkennen. Hele lange tijd terug hebben we hier ook heel veel opgenomen. Desalniettemin kregen we heel veel berichten binnen van mensen die fonteinen hadden gehaald bij de Aldi. En die zeiden, hey, de fonteinen zijn dit jaar veel slechter. De knetterkings zijn dit jaar veel slechter. Allereerst wil ik jullie even op het volgende mededelen. Wij hebben hier nog een aansteker van MyPlasma. De Classic Mat Zwart, die vind ik zelf heel mooi. Daar zijn er nog voldoende van op voorraad, maar die gaan zeker uitverkocht raken. Ik zou zeggen, bestel hem nu als je hem nog wilt. Want door de lockdown is PostNL helemaal geëxplodeerd. Die levertijden zijn momenteel bizar. Dus bestel hem echt nu dat je deze video ziet. Onder de kortingscode PYROTEAMDELF of PYROTEAMDELF 2. Dus let daarop, bestel nu als je het nog voor oud en nieuw in huis wil hebben. Dit is jullie laatste kans. Wilde ik jullie even laten zien. We hebben hier een fonteinenmix. Die is van vorig jaar. Deze is van vorig jaar. Nog helemaal volledig in plastic. Wat ze dit jaar niet meer doen. Alles in kartonnen. Dat zijn niet dezelfde, hè? Nee, het zijn niet dezelfde, maar we hebben dezelfde allemaal los hierin zitten. Maar ik wilde gewoon even laten zien dat alles in karton zit. Te bizar voor woorden. We hebben ook andere dingen. Namelijk de Knetterkings van vorig jaar. Die zitten ook nog in plastic. En ik heb de indruk dat de Knetterkings van dit jaar lager zijn met een lagere knetter. Ja, veel minder. Met een kleinere knetter. Dit zijn wel die fonteinen, ja. Dat zijn de fonteinen van vorig jaar. Allemaal superfonteinen. Kijk, zijn jongens, een beetje knallen. Hey. Ja, we wachten tot 12 uur. Superfontein. Die hebben we natuurlijk nog. En als het goed is, hadden we ook nog de Hyperfontein. Ja, oh, dit zijn die wel gewoon dit jaar. Is dat zo? Ja, man. Die van vorig jaar. Ja, we zullen het zien, denk ik. Ja, we gaan zien wat het doet. Maar ik heb heel veel berichten ontvangen, ook van jullie allemaal. Vuurwerk van vorig jaar was heel erg anders bij de Aldi. Dus ik heb het gevoel dat we een soort van zijn opgelicht. We kregen bovendien ook een tip in het pakketje dat in een van die doosjes een oude nitraatlabel zit. Dus haal hem eens open. Zeker. Hij is wel bizar, hè? Zo dan. Moet je kijken. Voor de echte... Die leuke, die uit België dan. Nostalgisch, hè? Dat gaat een gigantische klap geven hier. Gaan we zo afsteken. Ja, kom maar, kom maar. Ja hoor. Oh, deze ook. Oh, joh. Deze hebben ook dat oude labeltje. Ja man. Kijk hoe ziek dit is. Jongens, rechts is dit jaar. En links is vorig jaar. Dat gaan we heel goed. Rechts 2020. Heel benieuwd. Ja, nou, kijk het verschil. Hé, hey, daar zit wel een dik verschil in, man. En hoe? Wel tegelijk uit. Echt exact. Maar die linker had meer inhoud. Dit is een knetterfontein van dit jaar. En dit is een knetterfontein van vorig jaar. Die gaan we ook even neerzetten. Nu niet zo dicht bij elkaar. 2019. 2020. Je ziet het overduidelijk. Ja. Kijk, kijk, kijk. Kijk het verschil. De rechter was, zoals jullie kunnen zien, echt nog met knetter. Dus dat zijn echt knetterfonteinen. De linker had totaal geen knetter. En de linker was van dit jaar. En die hebben dus totaal geen knetter. Ik moet zeggen, Jordi die heeft al zijn fonteinen al naar de Aldi teruggebracht. En ik zat erover na te denken om het ook te doen. Politie, man. Ze zoeken je. We hebben de nieuwe Knetterkings helaas niet bij ons. Ben ik echt vergeten, maar dit zijn de oude. Deze gillen hard met veel knetter. En hoger. Deze jongens is vorig jaar. En deze is dit jaar. Je ziet het ook echt aan het effect of design. Het is iets anders. Ja. Dus die van vorig jaar gaan we even aanzetten. Ik weet niet, ik vind daar niet echt een verschil in zitten. Jawel. Ja, een paar effectjes. Nee, de linker gaat hoger. Huh? En die was nu al klaar. Toch lachen, hè? En we hebben ook allemaal knetterlinten, jongens. Iedereen weet natuurlijk dat de knetterlinten... Wij hebben kennelijk een goede badge. Dit is geen vergelijking, alleen
Die van vorig jaar waren wel veel minder. Ja, dit is wat mooi. Hey, eerlijk, hoe snel gaan die knetterlinten, gek? Zo. Er wordt geklapt. Ziek. Hoe snel die knetterlinten gaan dit jaar? Ja, dit jaar wel, hè? Heel bizar. Moet je kijken hoe snel die is. Zo. Dat is toch bizar? Het is veel sneller dan die van vorig jaar. Man. En harder dan die van maar vorig jaar. Maar die hebben we helaas niet meer. Deze Knetterkings ben ik niet van mening dat die echt heel erg anders is. Nee, hè? Misschien nog wel slechter dan dit jaar. Hebben we daar nog wat van? Zeker. Die gaan we ook even vergelijken. Nou, allereerst zien jullie de voetjes, het verschil. Voetjes van karton en voetjes van plastic, wat veel beter is, plastic. Plastic fantastic. En hier zit ook geen plakband meer omheen. Ik weet niet, zijn ze bang voor plastic geworden of zo? Nou, deze is van vorig jaar dus, zoals jullie weten. En deze kan niet eens meer staan. Zeg maar. Links is vorig jaar. Weer. In die hoogte. Zo, wat een verschil, hè? En ze waren ook nog eens goedkoper, als het goed is. Eerlijk. En dat pakket inderdaad, dat vergeten we te zeggen. Dat pakket van vorig jaar was nog goedkoper dan het pakket van dit jaar. Nou, dit zijn dus de knetterfonteinen van dit jaar. Kijk. Kijk, en dit stuk, daar knetterde die van vorig jaar. Is die van dit jaar? Ja, deze is van vorig jaar. Oh, nou dan gaan jullie het nu zien. Let op. Fantastisch. Kijk, en nu komt die. Knetter. Boiling waters. Nee, nu. Let op. Zo. Bizar, hè? Ja, nog wel goed ook, joh. Ja, die zijn ook gewoon goed. En nu gaan ze in elkaar over. Ja, zo hard. Ja. Kijk, ja. Daar gaat het mis. Daar. Kijk hoe hoog ook. Ik vind ze echt goed. Ja, die van vorig jaar waren echt goed, die knetterfonteinen. Maar verander dan de naam, zou ik zeggen. Links is vorig jaar. Rechts is dit jaar. Toch? Ja. Yes. Oh, wat zijn dit dan superfonteinen? Oh, ja. Zo. Ja, kijk het verschil, kijk. Kijk dan. Echt een verschil, veel lager ook. Maar hoe durven ze het dan duurder te maken? Links is zoals jullie aan het voetje kunnen zien van vorig jaar. Toen waren ze gewoon nog met plastic gelukkig. En rechts dat klote karton. Wat kun je er zo afhalen? Ja, wat ervoor zorgt dat het gewoon sneller omvalt, dus gevaarlijker wordt. Zoals je nu al ziet. Zeker. Zeker. En die groene vlam. En dit. Dit vind ik echt ziek. Ja, dat is er dus dit jaar ook niet meer bij. Levensgevaarlijk namelijk. Finale klap. We hadden geen zin om alles los af te steken. Hebben we even een mooie taart gemaakt. Speciaal voor Jordi die jarig is. Nou, gefeliciteerd flapstaart. Steek me aan. Kijk uit, gek. Zijn er veel, man? Zo. Die knetters, hè? Dit was wel hard, ja. Zoals jullie hebben kunnen zien, is het verschil tussen de fonteinen bij de Aldi van vorig jaar en dit jaar gigantisch. Ik vind het ook echt heel slecht dat ze de plastic voetjes eruit hebben gehaald en daarvoor in de plaats kartonnen hebben gezet. Omdat die kartonnetjes gewoon veel sneller loslaten, waardoor het vuurwerk sneller omvalt. Dus het wordt er niet veiliger op, al die milieubewuste dingen.
Maar desalniettemin, de fonteinen van dit jaar zijn ook minder, terwijl de prijs omhoog is gegaan. Ja. Ik vind het echt zeer asociaal dat ze dat hebben gedaan. De prijs is gewoon minimaal een euro omhoog, terwijl jullie zien dat de inhoud gewoon veel minder is. Kijk, ik begreep best dat sommige fonteinen gevaarlijker waren door vonken en knetter. Maar maak het dan niet duurder, weet je? Maak het dan eerder goedkoper. Dus we zijn eigenlijk gewoon erbij genaaid, vind ik. Want al die fonteinen, Jordi heeft ze ook al teruggebracht richting de Aldi die hij had. En wij hadden heel weinig fonteinen gehaald, dat hebben jullie kunnen zien. Er waren heel veel mensen die zeiden, ja, jullie kopen de hele Aldi op en niemand heeft meer wat door jullie. Maar eigenlijk hadden we van alles maar één pakje gehaald ofzo. Ja, dat is echt bizar geworden. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Oud en nieuw komt dichterbij. Wij zorgen ervoor, jongens, dat er dit jaar gewoon een compilatie online komt. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video.